Dit is Herfstgasten, een programma van Ondernemerscollectief Mil. In samenwerking met Omroep Land van Kuik. In Herfstgasten wordt met ondernemers en andere betrokkenen gesproken over de meest uiteenlopende ondernemerszaken. Presentatie Corné Kremers. Welkom dames en heren, welkom bij Herfstgasten, een initiatief van het Ondernemerscollectief Mil. En we komen vanavond vanuit Café Zaal De Directeur aan de Kerkstraat in Mil. In Herfstgasten ga ik praten met een aantal ondernemers en ook over mensen, met mensen over ondernemerszaken. Zo praat ik straks met wethouder Maarten Jielissen van de gemeente Land van Kuik. Hij heeft economische zaken in zijn portefeuille. En met Maarten ga ik het onder andere hebben over een economisch beleid wat de gemeente Land van Kuik op gaat stellen volgend jaar. En wat dat precies is en of we er ook nog iets over te zeggen hebben, dat gaan we hem straks vragen. Ook praat ik met Willy Vloed. Hij is oprichter van Technicool uit Mil. Maar Willy weet ook heel veel over energie en alternatieve energiebronnen. En dat is natuurlijk wel interessant in deze tijd dat energietarieven nog steeds de pan uitstijgen. En ook Klaas Wiltink is vanavond te gast. U kent hem ongetwijfeld als politiewoordvoerder van de politie in Amsterdam. Hij werd extra bekend op tv dankzij zijn televisieoptredens toen het vooral ging over de ontvoeringszaak van biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur. Maar ondertussen geeft hij ook communicatie en mediatraining. En communicatie, dat is natuurlijk wel een dingetje bij ondernemers. Want ja, wanneer communiceer je goed met je klanten en wanneer doe je dat goed of juist niet goed met je medewerkers? Daar is onlangs nog wel wat een en ander over in de media geweest. Dus hij geeft straks wellicht nog wat tips aan ondernemers. Maar we beginnen zo meteen met Sylvia en Jelle Albers van Zorgboerderij De Horst en Mils Veld uit Mil. Een dagbesteding voor mensen met dementie of niet aangeboren hersenaandoeningen. Zo heet dat officieel volgens mij. Hè? Ja. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar zij geven ook cursussen, of zijn in ieder geval betrokken bij het opstellen van cursussen voor ondernemers om te leren hoe ga je nou om met klanten met dementie. Want dat is ook nog wel een dingetje. Tussen al deze interviews door hebben we muziek. Mensen hier in de zaal bij de directeur, die hebben ze ondertussen al gehoord. Maar u op televisie hoort ze straks ook. Maar misschien wel leuk alvast voor een stukje applaus. Want de muziek vanavond is in handen van Eetbol Boppers. En zoals gezegd, we beginnen met Sylvia en Jelle Albers van Zorgboerderij De Horst en Mils Veld. Sylvia, maar het initiatief van De Horst ligt bij jou volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Ja. In 2006 ben ik begonnen met de zorgboerderij. Ik werkte in de ouderenzorg, dus daar miste ik wel iets. Zo, ik denk, dat moet ook op een andere manier beter kunnen. Dus, ja. Dat is een beetje het begin van alle ondernemers. Dat is het begin van alles, hè? Ja. Ik kom uit een ondernemersgezin, dus dat zit er denk ik toch in. Ja. Dus toen ben ik, wij hadden een melkveebedrijf, dus ik ben samen met mijn man en mijn zus was er toen bij betrokken, met één cliënt begonnen. Mm-hmm. En langzaam is dat uitgegroeid. Is er, we hadden aan het begin begonnen in de aanbouw van ons huis, een klein gebouwtje. En langzaam werd er 1, 2 tot 10. En toen dachten we, ja, dan wordt de ruimte toch wel te krap eigenlijk. Ja. Dus toen zijn we ons gaan bezinnen, wat willen we? Willen we klein blijven of willen we toch meer? Dus, ja, we willen meer. Dus, maar wat was dan dat jij zei van, ja, dit doe ik wel in mijn werk, maar dit is eigenlijk toch niet wat ik wil. Dit is niet goed. Dit moet beter kunnen. Wat was dat concreet? Nou, het concreet, ik werkte ook in de dagbesteding daar, dus ik zag mensen binnenkomen die ook er allerlei problematieken niet meer de hele dag thuis invulling konden geven. Mm-hmm. En ja, ik zag dat niet iedereen er op zijn plek zat. Sommige mensen zitten toch liever buiten. Dus je zit daar in één ruimte. Dus ook prima voor veel mensen, maar er zijn ook mensen die wel anders willen. Dus ik denk, we hebben de ruimte, de natuur, dus dit moet beter kunnen. Dan kunnen mensen meer genieten van alles. Ja. Dus, ondertussen is jouw zoon Jelle ook actief in het bedrijf. Jelle, want sinds wanneer ben jij betrokken bij De Horst? Sinds 2019 ben ik mee gaan doen. Ja. En daarvoor heb ik wel altijd in de zorg gewerkt. Ik ben fysiotherapeut en ik heb gezondheidswetenschappen gestudeerd en altijd in de zorg gewerkt. Maar ik zag thuis toch wel dat dat wel het leukste was. Ja. En want toen jullie moeder in 2006 ermee begon, toen waren jullie natuurlijk maar Jelleke. Ja, ja. Maar we zijn er wel een beetje mee opgegroeid. Ja. Het was, Maar dat bedacht je toen niet van, ja, waar begint ze toch aan? Ja, nou ja, toen met die leeftijd vond ik het helemaal lastig natuurlijk. Dat allemaal mensen ineens op ons huis liepen. En dan vind je dat alleen maar lastig. Alleen dan word je wel ouder en dan zie je ook wel de meerwaarde ervan in. Ja. En dan zie je vooral hoe blij de mensen daarmee kunnen zijn. Ja. Dus dan wordt het steeds leuker om mee te helpen. En, Maar je zijn in eerste instantie in fysiotherapie? Ja, ja. Ja. En van waar de belangstelling voor het bedrijf wat je moeder en zus volgens mij mee had opgezet? Ja, in het begin, ja. Nou ja, toch wel, ja, sowieso het ondernemen
mezelf, dat vond ik wel heel, heel leuk. En ook, ik heb als consultant dan gewerkt in de zorg en dan werk je wel in zorginstellingen waarbij het allemaal wat groter is en waarbij je eigenlijk veel minder invloed hebt op de mensen waar het om gaat. Dus de mensen met dementie of een bepaalde ziekte. Mm-hmm. En je ziet wel bij ons, dat wij wat kleiner zijn en wij kunnen het zelf verzinnen en wij kunnen zelf, je hebt direct contact met de mensen waar het om gaat. Ja. Dus dat is toch wel, daar krijg je wel de meeste energie van. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, als je het over jongeren hebt, dat je op een gegeven moment natuurlijk ook mensen dan nog gewoon in werksituaties zitten, of bij clubs of verenigingen, Sylvia. Hoe ziet er dat dan uit? Vaak is sowieso de thuissituatie natuurlijk moeilijker, of ze hebben nog jonge kinderen, een partner die werkt. Dus dat is allemaal al problematischer natuurlijk. En inderdaad, op het werk vallen vaak de eerste gaten natuurlijk, dat het niet meer kan. Dus en dan ben je, kom je thuis te zitten en dan heb je dan wel eens een goede daginvulling. Dus dat is... Ziet al mensen die raken ook het zelfvertrouwen kwijt, want ze kunnen eigenlijk nog heel veel, maar ze denken, ik heb dementie, dus ik ga maar niet meer naar de voetbalclub, want iedereen weet dat ik het heb. En je ziet wel, dat zijn ook wel mooie voordelen bij ons, dat je ziet dat ze weer bij ons wat werkzaamheden kunnen doen, dat ze ook weer zelfvertrouwen krijgen. En dat wij dan ook terug horen van, hij gaat ook weer naar de voetbalclub, want hij heeft weer een beetje zijn zelfvertrouwen terug en hij ziet ook wel in dat hij nog heel veel dingen wel kan. Ja. Dus dan krijg je wel dat mensen weer iets meer gaan betekenen in de samenleving. Als we vooruitkijken, want ondernemen is vooral niet stilstaan. Na de Horst is Mills Veld gekomen. Wat zijn de plannen van jullie bedrijf? Nou, we hebben het voordeel dat we nog, want het is natuurlijk de oude boerderij eigenlijk, dus we hebben nog ontzettend veel plek en veel lege stallen die nog, die we eigenlijk nu ook om gaan bouwen tot werkplaats. En waar ook mensen die wat minder goed meekomen in de samenleving, dat we die ook gewoon een werkplek kunnen bieden. Dus dat we ons toch nog meer ook toespitsen op mensen die jong zijn en toch nog mee willen doen. Ja. Dan kan ik me ook voorstellen dat er mensen zijn die nu zitten te kijken. Via Omroep Land Verkuiken en in mail.nl worden deze interviews ook uitgezonden. Sylvia, de mensen zitten te kijken en denken, daar wil ik eigenlijk meer van weten. Maar hoe gaat dat in zijn werk en wat kost het? En weet ik wel, hoe gaat dat in zijn werk? Kun je mensen daar kort over adviseren? Mensen komen vaak hier bij ons met die hebben dan een case manager al. Via de huisarts is natuurlijk al iets niet aan de hand. Dus ze hebben een case manager of een oudere verpleegkundige. En die komen bij ons en dan kunnen, via de WMO krijg je indicatie of op PGB of met een WOZ-indicatie kun je bij ons terecht voor dagbesteding. Dus, mensen komen vaak shoppen, die gaan gewoon kijken welke dagbesteding past goed bij mij. Ja. En dan maken ze een keuze. Hartstikke goed. Fijn dat jullie te gast wilden zijn in Herfstgasten. Heel veel succes met Zorgboerderij De Horst en Mills Veld. Al is het eigenlijk, wens je veel succes en veel klanten, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling, toch? Eigenlijk niet. Maar goed, laten we dan er gewoon voor kiezen dat mensen die het nodig hebben, dat hartstikke goed is dat jullie er zijn. Dank voor jullie toelichting. Ja. Wij gaan zo meteen over naar een stukje muziek hier in De Directeur. En dan kunt u daar ook gezellig van meegenieten thuis. Maar niet voordat ik u verteld heb, alle gasten die hier zijn, daar hebt u thuis dan eigenlijk helemaal niks aan. Maar alle gasten die vanavond hier aanwezig zijn, krijgen straks als ze naar huis gaan een leuk presentje. En dat is deze keer beschikbaar gesteld door de Nije Krant, want die bestaat op 1 december precies 10 jaar. En iedereen krijgt straks twee ingepakte speciaal biertjes, Nije Blondes, gebrouwen door de brouwers van De Blauwe Knoop uit Mil. En dat zolang de voorraad strekt. Want ik zie nu al mensen opstaan die denken, dan ga ik alvast, dan heb ik de eerste twee flesjes binnen. Maar het is zolang de voorraad strekt, blijf rustig zitten. Wij gaan naar de muziek hier bij Herfstgasten. En zoals gezegd, de muzikale omlijsting vanavond is in handen van Eetbol Boppers. Well, bless my soul, what's wrong with me? I bet you like a man on the fuzzy tree. My friends say I'm acting wild, but I'm in love. I'm all shook up, well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up, of mine, and that's to have the girl that I love to find. She touched my hair, what a chill I've got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Oh, yeah.
Well, that my soul, what's wrong with me? I miss you like a man on the fuzzy tree. My friends say I'm acting wild and wrong. Remember, I'm what you got. I'm on you, come on.